Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij de allereerste live darts, actueel quarantaine darts. En we gaan vanavond spelen in een poeltje van vijf met alle vijf redacteurs van darts actueel. En in de allereerste wedstrijd is het Bakoman Casper tegen de voormalig winnaar van de Eneco Open, Pim Huberts. Het is Casper to throw for the bullseye first. Moet je even geluid zachter zetten, jongens, want ik heb twee geluiden door elkaar. Ja. Beginnen met boelen. Ja, ja, doe maar. Jij mag beginnen met boelen, Casper. Yep. Ja, nee, niet erin. Nou, mag Pim opnieuw beginnen met boelen? Oké. Ik zie het bord van Pim slecht. Bullseye. Casper to throw for the bull. Is Pim to throw first? Jongens, okay. Even jullie scoren opnoemen als jullie gegooid hebben. Pim mag beginnen. Succes, Casper. Goed gedaan, jongen. Gaat goed met de scores, Mike. 43. Ja. Lukt het met de scores of niet? Ja, die staan bij mij wel goed namelijk. Ik zie ze op de stream, staan ze niet goed op. Ik zeg wat jullie overhouden. Dat komt goed. Oké, dan ga ik gewoon verder gooien. Ja. Ja, de stream loopt ook achter op Skype, hè? Weer triple 1, 24. Ja, jongen, 41. Zestig. 61. Godverdomme. Ook nog mensen lachen. 1. En dat is nou de hoogste score van de avond voor Casper. 1. Fucking bozes. Nou, 49. Jezus Christus, 21. Pim, je hebt 211 over. Zeventig. Pim, you require 151. 45. Casper, je hebt over 232. 52. Pim, you require 106. Ah.
71. Kasper, je hebt 180 ogen. Niet zien. 60. Pim, you require 35. Ja, tweede paal. Pim shot in the first leg. Pim Huberts. Second leg. It's Kasper to throw first. Game on. 48. Goeie bijl van Pim hier. Heeft Kasper dat ooit? Nee. Wat zegt u? 30. Oké. Okay. Ik heb mijn telefoon stilgezet. Ach, 81. Nou. 39. Kasper, je hebt 252 staan. Pim, je hebt 285 staan. Kasper, je hebt 211 staan. 22. Pim, je hebt 240 staan. Oh, wat slecht, hè. Oh. 19. Kasper, je hebt 189 staan. Pim, je hebt 221 staan. Kasper, you require 108. Ach, 38. Pim, je hebt 178 staan. Kasper, you require 70. Ach, Kasper. Oei, bijna. 54. Pim, you require 83. Oh, hoppa. Game shot in the second leg. Pim Huberts. Hop, verdomme. Third leg, Pim to throw first. Game on. En dames en heren, als jullie zien in beeld, is het scorebord nu terug. Het scorebord is terug. Kasper nog even zijn barcode showt.
45. En op deze manier heeft Pim nog maar één leg nodig voor deze wedstrijd. En meteen de koppositie in deze pool. Zo. Ik weet niet. Ik moet nou weer beginnen. Ah, 57. Ah joh, echt. Dus, boven. Wacht, 82. 82 voor Kasper. Zet wel druk op Pim in... Misschien wel de beslissende leg voor Pim. Dat is helemaal niet altijd nog. Nou, nog een keer 45. In weer 45. 8, Kasper. 85. 61. 100. 80. 45. 30. Kasper, you require 142. Oh. 36. 85. Kasper, you require 96. 8, jongen, krijg dat de piep. 13. Pim, you require 127. En nu, jongens? Ja, we wachten op Pim. En de score klopt de score wel? Je zegt wel 30? Ik hoorde 57. Oh, je stream blijft hangen. Oké. Okay. Kasper, you require 66. Kan ik weer? Ja, you require 66. Ach, 46. Pim, you require 70. 40. Mens dart gemist op Pim. Kasper, you require 20. Check. Hey, pal. Game shot first up, Kasper.
4 o'clock, it's Casper to throw first, game on. En aangezien nu Pim een matchdart hebt gemist, is Casper weer helemaal terug in de wedstrijd. 45. Zestig. Honderd. Honderd. Zestig. Negenennegentig. Ah, staatsbol. 24. De wedstrijdbeurt van Pim hier. Ai. 26. Pim, you require 161. Tim, you require 116. 74. Oh, dat is verkeerd. Voor mij gaat het niet goed. Of niet? Ik heb in ieder geval 38. Maar de score klopt niet. Ik ben aan het rekenen. 27. Gooi enkele 15. Gemist, 26 gegooid. Honderd. Oeh, druk van Casper. Pim heeft dubbel 8 over voor de wedstrijd. Nee. 8 gegooid. Oeh, 3 gemiste matchdarts. Casper heeft 68 over. Om een beslissende leg af te dwingen. Oei. Is het dubbel 13? Ja. En kapot. No score. Pim weer 3 pijlen voor de wedstrijd. Dubbel 4. Ach. No score. No score. Casper, you require 68. Tops voor Casper. Ja, 3 pijlen. Check. Game shot. And the 4th leg to Casper. Last and deciding leg. It's Pim to throw first. Game on. Oeh, slecht begin voor Pim. Oh, ik tik je gaat, jongen, Pimmy. Zestig. Zeventig.
125. 125, prim. Meteen tweede beurt vol erop. Druk ligt weer bij Kasper. Kasper gaat mee. Prim weer aan de beurt. 100. Sterke lek. Oei, oei, oei. 100 in de 5, dus het 25. Kansen voor Pim hier. Ah, 30. Oeh, benut niet helemaal zijn kansen, maar staat ver voor. Zestig. Je zet hem niet weg op een finish. Wel weg op een finish, excuus. 83. 80, iets wat druk van Kasper. Pim heeft 164 over voor de wedstrijd. 34. Dat heb ik gehoord. Niet onder de 100, Pim. Kan Kasper druk zetten. 100. Nee, sorry. 85. Kasper kan druk zetten. Pim 130 voor de wedstrijd. 45. Benut hem niet. Kasper op 121 voor de wedstrijd. 55. Pim 85. Nog 83. Nee, ook niet. 29. Kasper op 66. Oh, 27. Pim op 65 voor de wedstrijd. Tops voor Pim. 16, nee. Kasper op 39. Kansen worden hier gemist. Pim heeft onderhand al bijna 6 of 7 matchdarts gemist. Kasper op dubbel 10. Dubbel 10? Oh, enkele 1. Ja! Shit! Heb ik niet gezien. Ja, je hebt er al 2 over. Dubbel 2, doe me rustig aan, jongens. Er stond er aan, man, Pipo. Oh! Oh! Ben niet! Strak eronder. 35. Oh, hou. Gewoon triple. Jongen. Oeh, Kasper 3, pijlen dubbel 2 voor de wedstrijd. Om de wedstrijd te stelen van Pim. Game shot. Ah, joh. Ik mag niet, geintje. Kapot. Ja. Pim, je schok. Pim op top voor de wedstrijd. Nee, natuurlijk niet. 20. Maar Kasper weer 3 pijlen om de wedstrijd te stelen van Pim. Te stelen? Oh, nee. 2 gegooid. 2. Pim op dubbel 10. IJzer. Mis. Weer 3 gemet gedaan. Snel. Kasper op de warehouse. Kijk eens. Kijk maar even op beeld. Shot. En dan met Kasper.
En voordat we naar Casper gaan, gaan we eerst even terug naar Pim. Even wachten tot Pim voor de camera komt. Wat zeg je? Als het goed is, moet Pim nog iets doen of zo? Feliciteren of zo? Ja, Pim, waar ging het fout? Ja, ik denk overal. Het ging overal fout. Ik denk, ik heb het ze niet geteld. Ik denk dat je een stuk of 9 matchdarts hebt gehad. Maar stel ik het even verder boven, hè? Ja, nee, ik heb heel veel ook gewoon strak gemist. Ook wel veel heel slecht gemist. Maar ja, gewoon stom. Goed, we gaan jou bij de volgende partij zien als commentator. Ja, Casper. Eerste winst. Meteen de poolfase. Meteen koplopen nu. Eerste wedstrijd gespeeld, meteen koplopen. Is het ook de bedoeling om dit vol te houden de hele avond? Ja, ik ga dit puur op ervaring uitspelen. In principe ga ik ervan uit dat ik dit gewoon win nu vanavond. Goed, Casper, we zien jou terug in de vierde wedstrijd van de avond, want we gaan ons opmaken voor de volgende wedstrijd. Als het goed is, komt.
Oké, nou, goedenavond bij de tweede wedstrijd. Zojuist hebben jullie een hele slechte wedstrijd van mij gezien, die ik met 3-2 verloor van Casper. En nu de tweede wedstrijd van de avond. Het is Stefan tegen Mike. En ik denk dat Stefan die mag wel als eerst gaan boelen. Ja, we doen. En hij zit ernaast. Ja, die zit ernaast. Bullseye. Kijk, een goed begin voor Mike Hooiveld. Mike Hooiveld mag de wedstrijd beginnen. Succes. Succes, Mike. Dat is Stefan, vriend. Oh. Ja, dat is lekker beginnen. 85. Even wachten hoor, hoe ik dit dan moet veranderen. Oh ja, ik word al geholpen, zie ik. Ja, we kunnen weer. Excuus. Veertig gegooid door Mike. 85. En Stefan, die heeft een behoorlijk goed begin. 60. Kijk eens aan, hij blijft goed gooien, Stefan. Staat nu op 231 punten. 82. De eerste triple geraakt voor Mike Hooiveld. Ah, dat moet een bolletje zijn. 32. De eerste beurt zonder triple voor Stefan, maar nog steeds 100 punten verschil. 95. Dat worden er bijna 100 minder nu. En nu moeten ze gaan finishen en dan is het toch belangrijk om de goede vakjes te vinden nu. 85. De goede vakjes worden gevonden. 104 staat Stefan nu op. Oh, 22. 22. Nog geen finish voor Mike. 6 pijlen voor de 104 finish. Ah, nee joh. Nee joh. 88. Ja, de eerste triple ging erin. Maar de pijl die daarna kwam was minder. Maar toch goed weggezet. 60 voor Mike Hooiveld. Nu dubbel 8. 16 over voor Stefan. 0. En die gaat er niet in. Dan is toch nog een kans voor Mike om zijn eigen lek te houden. 120. Nee. Net naast de triple. 54. 54 gegooid. 66 over. Dubbel 8 weer voor Stefan. 8. Die leek er heel dichtbij te zitten. Volgens mij zat hij ook, maar net aan de binnenkant. 66. Triple 10. Dubbel 18 gaat hij erin. Nee. Dat nog plat. Dubbel 4 dan. Die zit aan de binnenkant. Ook aan de binnenkant. Dubbel 2 ook aan de binnenkant. En dan blijft Madhouse over. 36 voor Mike. Aan de binnenkant, dubbel 9. Nee. 27. Man. Dubbel 1 voor Stefan, voor de break. Nee. Binnenkant. Nee. Is dat toch?
Stefan mag weer voor dubbel 1. Hij begon de wedstrijd zo goed met de trippeltjes, maar nu moeten de dubbels geraakt worden. Ook naar de binnenkant. 9 zal Mike hem wegzetten. Op een goede manier. Wie is dit toch, man? Ja, dat is wat de spanning doet. Ja. Kijk, derde pijl zit erin. Mooi. Het is waar. Dubbel 1. 36 darter overgedaan. Stefan mag de tweede leg beginnen. En hij begint er meteen goed, zoals hij de andere legs ook al scorend uitstekend was. 24. 24 voor Mike. Opnieuw een 140 voor Stefan Wolfs. 13. Ja, en dan komt de drukker voor Mike in ieder geval op dat hij moet scoren in één keer. 26. Een normale beurt eindelijk als je ons niveau bekijkt voor Stefan. 85. 85, kijk, daar is Mike weer terug. Komt iets dichterbij. Veel te veel, joh. Honderd. Opnieuw wordt een triple gevonden. 95 over. Na 12 gespeelde darts. 41. Een hele goede leg van Stefan. 95. Gaat hij het uitgooien? Triple 19 wordt gemist. 88 over. 64. Kijken. 24, 30. 47 gegooid. 26. Waardeloos leg. Stefan voor 48. Kan hier een 19 dart eruit van halen. 8 gegooid nu naar tops. Wordt gemist. Check. De tweede paal zit erin. Goed gefinished van Stefan. 18 darts deed hij erover. Een hele goede leg dus. 74. 44. Oh. 100 gegooid, weer. Goeie score voor Stefan. 45. 3 druppels, 78. 78 voor Stefan. Hij is in vorm. Titelfavoriet voor deze pool in ieder geval. 44. 97. De trippels blijven vallen. Nu is het de triple 19 erin. Die erin valt. Hoeveel heb je gegooid, Mike? 40. Okay. Maar 0 volstaat ook. Ja. Jezus. 70. 70. 2 missers, maar toch een triple erbij. Dus Stefan komt op een finish. 45. Mike blijft steady. Ah. 100 gegooid. De eerste triple ging erin. Leek me een mooie finish, maar 100 is nog een goede score. 56 dan voor Stefan. Voor de wedstrijd de 3-0. 16 is gegooid. Dubbel 20. Gaat hij erin? De eerste niet. En de tweede wel. Ja, de tweede wel. Opnieuw een goede leg.
In 18 darts wint Stefan de wedstrijd met 0-3. En dan zien we jullie straks zo weer. Oh ja, natuurlijk het interview, hè? Stefan. Yes. We gaan eerst natuurlijk naar Mike. Mike. Yes. Terugkijkend op de wedstrijd. Ja, jij bent niet blij, denk ik, of wel? Ja, gewoon niet scherp genoeg. Slecht begin, misveld van dubbels. Ja, op deze manier wordt het nooit wat. Dit was gewoon echt heel slecht. Ja. Ja, ja, zonde, zonde. Gaat de volgende wedstrijd weer beter, denk je? Ja, ik verheug me vooral op de wedstrijd tegen Pim Huberts. Want ja, die heb ik nog altijd mee te schillen naar vorige week. Ja, daar zou je denk ik heel moeilijk tegen krijgen, tegen Pim Huberts. Het schijnt een hele goede darts te zijn. Ja, dat denk ik ook, ja. Hebben we net gezien in het vervolg aan de wedstrijd. Ja, precies. Ik zal even professioneel blijven. We gaan naar de winnaar, Stefan. Een geweldige wedstrijd gespeeld. Ja, eigenlijk zonder moeite, hè? Ja, nee, de rest lekker een beetje dubbels gemist, hè? Iets te veel, maar voor de rest prima. Ja, de volgende wedstrijden. Zal het ook zo makkelijk gaan? Is dit een beetje jouw normale niveau wat je net hebt gegooid? Ja, dat is wel ongeveer. Dit kan ik wel inderdaad, ja. Ik weet wel dat ik ongeveer dit niveau kan gooien. Ik vroeg me vooral een potje tegen Kasper, want ik wou net op ervaring alles ging winnen. Dus dat, ja, dat schijnt. Maar hij heeft in ieder geval 100% gewonnen. Jij hebt 100% gewonnen, dus ja, we kijken uit naar de derby. Yes, dat zeker, ja. Twee stukjes tegen elkaar. Inderdaad. Nou, dankjewel. We gaan weer even wachten voor de volgende wedstrijd.
Ja, dames en heren, naar de ongelooflijk goede prestatie van Stefan net gaan we door naar de derde partij van de avond. Hierin zal Pim Huberts revanche willen nemen na zijn eerste verloren partij met meer dan 10 gemiste matchstart. Tegen de laatste nieuwkomer van de avond, dames en heren, Rick van den Bruggen. Ja, goedenavond. Pim, to throw for the bullseye first. Oké, daar gaan we. En hij zit in het groene. Single ball. Rick voor de throw for the bullseye. Outside. It's Pim to throw first. Oké. Okay. Succes, Rick. Ja, jij ook, jongen. Zestig. Steady begin van Pim. Oeh, en dat zien we vaker bij de pijlen van Van Barneveld. 80. Zestig. Hey, steady van Pim. 95. En toch elke beurt een trippeltje bij Rick. 65. Honderdveertig. Twee trippeltjes bij Rick. Eentje te kort. Hou. 140. Ik neem het ervoor. 45. Steady bij Pim. 43. 43. En weer een trippeltje erbij. Nou, kom. 37, lijkt nergens op. En Pim lijkt al blij te zijn met de 3 overwinningen van vorige week, want die heeft het erg moeilijk, terwijl het klassement even boven in het veld verdwijnt. 43. En dat is de eerste keer zonder triple. Momenteel staat Stefan aan de leiding, samen met Casper, maar in leg staat Stefan iets hoger. En we gaan weer terug naar deze wedstrijd. 45. 45 voor Pim. 9. Ah, no score. En dan hoort Rick zich dood. Oeh, en nu kan Pim terugslaan. Druk zetten. 60. Hij zet lichte druk. Rick weer opnieuw voor de 100. Nu wel eens een keer triple. Mis. Ah, bijna 80. Mis 2 pijlen op de dubbel. Pim voor 129. Dubbel 10 voor Rick. Game shot, 1 dart. First leg is voor Rick. Tweede leg mag Rick beginnen. '99. En weer een trippeltje in het begin. Kan Pim mee. 45. Het is toch echt of Pim vorige week al zijn gram heeft gehaald in de vuilbetriste livestream battle tussen de podcastmakers. 83. Oh. En wat is Rick steady? Op deze manier gaat hij zeker meedoen boven in het poeltje. 60. Gaat hij dan de grote tegenstrever worden van Stefan en Casper? 137 bij Rick. Wat een superlek tot nu toe. 100. Nut. Eerste trippeltjes bij Pim. 85.
Goede wegzetbeurt bij Rick. Heeft nog een twee dart finish over. Kan Pim hem ook wegzetten? 60. 60 bij Pim. Het is net te kort. 97 voor Rick. Nee, deze triple zit er helaas niet in. Oeh, dat kunnen we net niet zien. Ja, hij zat er wel in. 15 dartetje van Rick. Pim om te beginnen. Heel sterk spel van Rick. Hier gaat Stefan en Kasper nog een zware kluif van krijgen. Tachtig. Goed begin van Pim. Kan je meteen druk zetten en in zijn oude spel terugkomen. Vijfenveertig voor Rick. Laat hij toch een steekje vallen. Kan Pim meteen overnemen. 45. Tweeënveertig. 42 voor Rick. Toch een beetje vervallen naar twee superlegs. Jongen, 45. 45 voor Pim. Jongen, kom op in de comments. Moedig Pim aan. Hij gaat ervoor. Hij heeft even wat support nodig nu. Ah, 41. Rick laat nu een steekje vallen. En nu kan Pim terugkomen in de wedstrijd. 60. En daar komt Rick weer met zijn trippeltjes. Nou staan ze weer bijna gelijk. Twee puntjes verschil. 100. Kijk, een goede beurt van Pim. Heel goed. Daar gaat Rick. Druk staat er nu op. 45 voor Rick. Pim heeft een buffertje. Kan hij hem goed wegzetten? 100. En zeker kan hij hem goed wegzetten. Op 71 langs hij hem staan. Kijken wat Rick gaat doen. 58. Laat 170 staan. Pim op 71. 26, dubbel 13. En die is raak. En vertel hoor. 71 gegooid voor Pim. En dat is de game. Yes. Let's start. It's Rick to throw first. Yo. Zo. 41. Zestig. Ah, 22. 43. Slecht begin van beide mannen. 85. Komt weer een beetje terug, Rick. Dribbeltjes weer gevonden. 60. 60 voor Pim. 85. 40. 41. 45. Maar dan gaan we gelijk op. 121. Oei, je wegzetbeurt voor Rick. Ah joh.
22, man, man, man. Camping druk zetten. 26. 64 over voor Rick voor de wedstrijd. 34. 30, één matchdart gemist. Maar gaat er zometeen nog 3 krijgen. 60. 60 voor Pim, wat vinden ze over? 3 match darts voor Rick. 0. Kans voor Pim, 145. 28. Benut hem niet. 2-3 match darts voor Rick. 15. Oeh, en nu wordt het gevaarlijk. 117 voor Pim. Om in de wedstrijd te blijven. 74. Druk wordt opgevoerd. 15 over voor Rick. 4 voor de wedstrijd. Game shot. Oké. Dat is de wedstrijd voor Rick. En dan gaan we eerst naar Pim toe. Ja, alweer hè, als eerst. Ja, alweer. Ja, het was weer niet de bedoeling, hè? Nou ja, ik die schoorde gewoon goed. Dus ja, niks aan te doen. Ja, maar we zijn natuurlijk van jou wat beter gewend, zeker na vorige week. Hoe verklaart dat je na 2 legs zomaar instort? Ja, nou, eigenlijk stort ik al... Ja, ik begon ook al slecht eigenlijk, hè. En het is gewoon allemaal slecht, maar... Ja, ik bedoelde na de vorige wedstrijd 2 legs. Ja, weet ik. Dat weet ik niet. Ik moet zo... Ik heb al een jaar of zo heb ik niet competitie gedart, zeg maar, omdat ik in Amerika zat, dus ik ben al blij, lang blij dat ik nog een paar legs kan pakken, dus ja, jammer inderdaad. Goed, we zien jou later op de avond terug in je volgende wedstrijden. We gaan naar de winnaar van deze wedstrijd. Ja, Rick, gefeliciteerd, super goede start, zeker je first nine ligt er niet om. Waar ging het fout? Na 2 legs. Het begon heel goed, hè, ja, en daarna zwakte het een beetje af. Maar ik wist mijn focus terug te pakken, dus ik ben blij om hem alsnog 3-1 te pakken. Goed, als we jouw niveau van de eerste 2 legs zien, ben je zeker een titelkandidaat voor vanavond. Maar ja, dan moet je niet instorten tegen Stefan. Nee. Ik heb de match van Stefan gezien net, dus ik weet wat ik zou moeten doen om daar een kans te maken, ja. Wat ga je doen in de tussentijd? Ik ga zo... Even bij mijn vriendin op de bank zitten, heel even relaxen en dan nog wat ingooien. We zien jou zometeen weer terug. Tot zometeen.
Oké. Nou, volgens mij zijn we weer terug. Wat technische storingen. Dus nu op een andere stream. Maar we gaan gewoon weer verder met een belangrijke wedstrijd in deze pool. Het is iets lager op de ranking. Kasper staat volgens mij derde op de ranking nu. Heeft wel zijn enige wedstrijd gewonnen. Dus 100% winst. Kijk, daar is hij. Ja. En Mike die wil graag zijn eerste wedstrijd winnen. Mike mag zo direct beginnen met het boelen. Heb je trouwens een andere stream nu? Ja, we zijn weer live. Outside. En Mike wordt niks meer. Nu mag Kasper zijn pijl voor de boel gaan gooien. Ja. Die zit er niet in. Outside. Mike mag weer gaan, de beurt. Dat is actueel. Outside. Ja, heel veel dat ik zie wel zo weer. Spanning is om te snijden. Bij het boel al. Hij zit erin. Outside. Oh, nee. Net niet erin. Outside. Dan mag Kasper weer aantreden. Net was hij net mis. En nu ook weer net mis. Gooit zelfs nog twee paden daarna. Die tellen natuurlijk niet. Bullseye. Kijk. Goed zo. Hé, maar zit hij op YouTube, hè? Hij staat op YouTube, ja. Maar Kasper, jij mag eerst nog boelen, want misschien gooi je hem in de bullseye. Oh, sorry. Ik dacht geen bullseye zei net. Ja, maar dan moet jij nog een keer. Ja, ik ben even andere dingen bezig. Mike mag beginnen. Ja, Mike mag beginnen aan de wedstrijd. Succes, Pink. Welkom weer. Nu live. Die moet ik hebben. Kijk eens. 55. Heb ik in één keer slecht beeld, joh. Of lijkt dat zo? 55 gegooid. En dan mag Kasper aan zijn eerste beurt. Van zijn tweede wedstrijd van dit toernooitje gaan gooien. 45. Heb je wel een goed beeld van mijn bord, jongens? Ja, prima, prima. Ja, niet het beste, maar prima. 140. Kijk, daar leek het toch op een 180er te gaan worden, maar de laatste triple zit er niet in. Maar een goede score is het sowieso voor Mike. Nu moet Kasper achtervolgen. 45. Doe dat niet. Blijft steady 45 gooien. Maar zal toch wel iets hoger willen. De eerste pijl van Mike lijkt in de triple te zitten. 100 gegooid. Een goed begin van de wedstrijd van Mike. 45. Kasper hoeft bijna niet te gooien, zou je zeggen. Je weet de score toch al bijna. Maar. 64. Kijk, weer een trippeltje erbij. Na een slechte eerste twee pijlen. Toch die laatste pijl aan de trippel. Komt dus op een finish te staan. 40. Hey, de score loopt niet mee, het scorebord, of wel? Op YouTube. Nee, volgens mij niet. Jawel, jawel. Hij staat erop. Nou ja, zo. Hier is 12. Ja. Het woord van Mike komt dus op 130 te staan. Hij heeft het iets makkelijker gemaakt voor zijn volgende beurt. Kasper nog op boven de 300 punten. Moet dus nog wat scoren. Ja, bijna 41. Blijft in de 40ers. Ja. 43. Dat betekent dat Mike onder de 100 komt. Ik zie dat ons scorebord niet helemaal goed staat. In ieder geval 58 gegooid. Ja. 87 voor Mike. Kan dat jou ook heel veel beeld?
En die zit erin. Mooie finish. En het is 1-0 voor Mike Hooiveld. Dank je, Mike. 21 darter. Met overtuiging de dubbel 12 ingegooid. Alsof het een 9 darter was. Maar de eerste leg die zit erin. 76. Sorry? 76. 76. De eerste triple ook voor Casper. 45. Honderd gegooid. Casper blijft zijn triples houden. Zou hij dan terugkomen in deze leg? In de wedstrijd? 100, maar Mike blijft goed bij. 100. Ondertussen zijn de scores weer lekker bij. Oh, 40. 40 gegooid. Nu is het de kans voor Mike om een trippeltje te gooien. 60. 60, dat is niet slecht. Komt nu op een zo goed als gelijk score terecht met Casper. 59. Mike blijft in de vakjes. 41. En geen triple gevonden voor Casper. Opnieuw de kans voor Mike om over hem heen te gaan in de lek van Casper. 22. Lukt dat niet? Wat heb ik over? Casper staat op 185. Ja, nu zie ik hem. Moet hem dus nu wegzetten op een goede finish. Sukkel, geen boel. 45. 140, dat is een finish die 60. Kan worden. 60 gegooid. 155, Mike staat dus ook op een finish. 140 voor Casper dan. De eerste gaat niet naar 20, dus hij zal niet uit. 80. 80 gegooid. Triple 19 ging er dus nog in. Nee. Oh, oké. Okay. De tweede was triple 20, daarna 19. Daar is Mike op dubbel 19. Oh, wat zonde, wat zonde. De eerste twee pijlen waren zo goed. Dat had de finish van het toernooi geweest kunnen zijn, maar 60 voor Casper. 40. Gaat niet raken. Dat betekent dat Mike nu 38 uit kan gooien. Gaat hij hem splitten. 36, dubbel 18. Dubbel 9 gaat niet raken. Dubbel 10 voor Casper. Nee, dat lukt hem niet. Dan krijgt Mike opnieuw een kans om 2-0 te maken via dubbel 9. Enkele wegen. Lukt niet Casper voor om zijn eigen leg nog te redden. Dubbel 10. Single 10, ja. Ja. Twee verder. En die zit erin. Dubbel 5. 1-1 staat het. Gefinished op het goede moment. 90. Maar ik begin goed aan de derde leg van de wedstrijd. 85. Maar datzelfde geldt voor Casper. Die gewoon bijblijft. 24. Goddomme. En nu is de kans voor Casper om er al overheen te gooien. Een trippeltje zou wel heel fijn zijn op dit moment. Ah, had ik wel. Triple, nee, ook niet. 26. 26, triple. Triple 1 zou dat dan zijn. Ja, bijna. Ja,
36. Mike met een kleine voorsprong, maar... 55. Sorry? 55. 45. 45 gegooid. Nog steeds kleine voorsprong voor Mike, maar... Kasper zal er nu overheen gaan. Wat niet zien van het is. Oh, 17. Al bij het verkeerde hoekje. Maar het lukt hem nog niet. Mike zou graag een triple erbij willen hebben. Nou, dat is wel de verkeerde. 40. De verkeerde triple, inderdaad. Ook niet. 42. Slecht, man. En zo is het langzaam toewerken naar een finish. Dat lukt op dit moment nog niet. 39. Wat sta ik eigenlijk op? 237 staat kansen. 501. Oké. Okay. Man. Mike zal hem op dit moment op een finish gaan zetten als het eenmaal, als het allemaal goed loopt. 40. Zestig gegooid. Kasper komt als eerst op een finish. 136 is zijn taak voor de volgende beurt. 80. Dat betekent dat Mike meteen zijn finish, zijn eerste finish zet onder de 100. Nu eerst 136 voor Kasper. Oh, die. Ja, 5. Verkeerde hoekje. Komt iets dichter bij de 0. Gegooid. 131 voor Kasper. De triple 17 wordt gemist. 55. Komt ook onder de 100 terecht. Maar nu eerst 60 voor Mike voor de 2-1 voorsprong. De 20 zit erin. Second dog. En een 1 pijltje maar nodig voor dubbel 20. Dus Mike. Zit hij erin. Kasper mag weer gaan gooien. Grappig, Braco. Had je gecheckt, Mike? Ja, jongen. Jouw beurt. Lekker, jongen. Mop, man. Hup. God, maar gek met je triple 43. Geen goed begin voor de beide mannen. Ook niet. 55. Geen idee wat er zit. 85. De eerste triple van deze leg is voor Kasper Markerink. 60. Steady 2 beurten van Mike. Maar nog geen triple gevonden. Ah, oh, Kasper. 44. Genoeg. Jezus Christus. 45.
45. Mag je niet in die triple of zo? Ach jongen, ja, wel twee trippels. Nu is 76. 44. Kasper staat voor het eerst op een finish deze wedstrijd. 153. Ik heb al pijl op mijn doel gemist, joh. Ja, deze leg. Deze, oh, ja, ik zei deze wedstrijd, maar ik bedoel natuurlijk deze leg. Ja, kijk. Oké, 153. Kom op, 141. 136. Jongen, helemaal afgeleid door die 257. Je moet ook niet naar mij luisteren, hè? Nee, ja, kun je beter uitzenden, hè? 30. 96 dan. Voor Kasper. Mike gaat hem op een finish zetten. 82. Het is nog steeds een hoge, maar de druk staat erop. 56 gaat naar dubbel 20. Oei, Kasper. 36. Dubbel 10 gaat ook niet raak. 106 dan voor Mike voor de wedstrijd. De eerste triple zit erin. Gaat naar dubbel 20. Oh, wat zonde. Opnieuw een kans voor de 100 plus finish. Dubbel 10 staat ook over, maar Kasper nu dan. En dubbel 5 gaat dan aan de binnenkant erin. No score. En hij gooit hem op een no score. Nu Mike dan voor dubbel 10. Oh. Het lukt hem niet. 10 gegooid. Kasper. God. Jezus Christus. No score. Dubbel 5 dan voor Mike. Voor de wedstrijd opnieuw. Ah, oh, die kan hij niet. Die gaat aan de binnenkant. No score. Wordt hem dood. Ja, Kasper is natuurlijk gewend om veel matchpijlen tegen zijn zich te krijgen. Schiet op maar wat, joh. Dubbel 10. Gaat hij erin? Oh. Bijna. Die zat heel dichtbij, maar hij komt ook op dubbel 5. No score. Ik doe de kant om uit te gooien. Dubbel 2. Nee. Nee. Oh, enkele 15. Oh, man. Dubbele 15. Dichtbij, je hebt er niks aan. Even kijken. Oké, dan zijn we 6. 6, ook Mike komt op dubbel 2. Oh nee, shit. Ach, joh, piepo. No score. Dubbel 2, maar ik mag een safe gooien voor de wedstrijd. En die zit erin. Mike Hooiveld wint zijn eerste wedstrijd van het toernooi. Hoe is hij het? Mike Army. Hoppa. Dank je jongen, Kasper bedankt. Een geweldige 45 darter om de wedstrijd te overwinnen. Top niveau. We gaan even naar de verliezer van deze wedstrijd. Kasper, het lukte niet, hè? Wat ging er mis? Zenuw, hè? Pure spanning. Ik kom tegen een toptalent uit Noord-Holland, hè? En dan krijg je er spanning van. Ja, precies. De vorige wedstrijd zei je nog, ik win alle wedstrijden op mijn ervaring, maar kwam dat nu ook van pas, die ervaring?
Iets minder. Okay. Maar ik moest op stoppen, want ik heb de bakel op. Ja, precies. Dat zal de reden zijn, inderdaad. We gaan naar de winnaar van deze wedstrijd, Mike. Ook jij had een moeilijke wedstrijd, of niet? Ja, gewoon heel simpel. Gewoon win niet goed, scorend zeker niet. Finishers, ja, pijltje dubbel 19, pijltje tops. Ja, als je wat wil, moet het er eigenlijk in. Win dan wel, of het verdiend was, weet ik niet. Maar goed, scoor het af en toe wel in het ritme. En niet helemaal, maar goed, nou, we zien wel hoe het verder gaat. Ja, kan je nog een beetje vertrouwen uit deze wedstrijd halen, ondanks dat hij slecht ging dan? Ja, zeker dat als ik onder druk sta, dat vooral de trippeltjes dan wel vallen. Maar de dubbels gewoon niet. Maar ik heb ook nog een berichtje naar Rick. Kijk Rick, ik heb je alvast jezelf te pijlen. Ik heb mijn shirtje al klaarleggen voor straks. Kijk eens aan, er wordt toch gedreigd voor de winst. Tegen Rick zometeen. Nou, maak jullie klaar voor de volgende wedstrijden, want er komen nog hele mooie aan.
Ja, maar derde wedstrijd van de avond. Of derde, wat meer de wedstrijd van de avond. Gaan de topclass, denk ik wel. Rick tegen Stefan. En Rick mag beginnen met de boel. De 25. Stefan mag beginnen. Nou, goed, Erik. Succes, jongen. We staan wel even verkeerd om qua scores. 100. Sterk begin voor Stefan, zoals we hem kennen. 81. En wel elke beurt een trippeltje, zoals we van hem gewend zijn. 100. Stefan, we noemen hem de bijnaam wordt de triple man. Elke beurt een triple. Dikke prima. 26. Toch, Rick niet helemaal goed. Dat naast zijn vriendin zitten heeft hem tot nu toe nog niet veel goeds gedaan. 137. Hoppakee. Zet hem goed weg, Stefan. Druk bij Rick. 41. 98 voor Stefan. 3 mijlen. 1-0 Stefan. Rick mag beginnen. Sterke lek van Stefan. 15 darter. Hoog niveau hier vanavond. 32. En je ziet toch wat Rick heb ingeleverd. Ach, Stefan. 24. En dat is voor het eerst geen trippeltje. 24. Hij doet gezellig mee met Stefan, maar de triple man die gaat nu natuurlijk weer trippels rammen, nemen we aan. Ah, kets. 45. Nog steeds geen trippeltje voor Stefan. Bijna onwennig dit. Blijft toch jammer dat de PSV-vlag boven het bord hangt. 45. Maar goed, hij heeft beloofd als hij wint vanavond wordt dat volgende keer een Ajax-slag. Dat denk ik absoluut niet. 60. Ik maak hem heel goed met zijn laatste pijl. Druk op Stefan. 100. Hey, eindelijk weer eens een trippeltje voor Stefan, zoals we hem weer kennen. 45. 45 voor Rick. 41. Het is toch niet helemaal goed hoor. Bij Stefan. Het is niet zoals we hem kennen. 40. 137. Weer een goede wegzetbeurt van Stefan. Weer meteen onder de 100. Kan ik dat ook? 97. Zet hem wel weg op een finish. 94 voor Stefan. Nou, de enkele vier is er alvast af. 82. Zet hem weg op dubbel 6. Dan gaat Rick nu voor de 156. Hoogste finish van de avond. Nee, helaas. Eerste pijl zit er al boven. Gaat hij hem wel in ieder geval wel goed wegzetten? Jazeker. 140 voor Rick.
Zet hem weg op dubbel 8. Dubbel 6 voor Stefan. Onder druk. Oeh, 13. 0. Dubbel 8 voor Rick. Om de stand weer gelijk te trekken. Ja, laatste. Ben je zeker? Mag Stefan weer beginnen? 1-1 de stand, spannende wedstrijd hier. Weer een trippeltje voor Stefan. Oeh, hij begon zo goed in zijn allereerste wedstrijd en in zijn tweede ook, maar hij laat nu toch wat steekjes liggen. 85. Een goede start van Rick. Kan hij zijn oude niveau weer terugpakken? 100. En eindelijk weer een trippeltje voor Stefan. Gaat het hem ook helpen aan de winst vanavond? Wie gaat het zien? 42. Oeh, en daar mist Rick dan een beetje de aansluiting. Oeh, en daar komt Rick goed weg. Als hij nu een goede score in de beurt neerzet. Ja, heel goed scoren. Nog eentje erbij. Jammer. 22. Kan helaas niet terugkomen. Stefan weer aan de beurt. 60. Steady beurt van Stefan. Niet wat we van hem gewend zijn. 100. 100 voor Rick. Mannen gaan gelijk op. 1-1 de stand. Tot de 3. Best of 5. 59. Oeh, Stefan speelt toch wel onder zijn niveau, hoor, kunnen we wel zeggen, dames en heren. Ah, 85. Oeh, en daar laat Stefan echt steken liggen, hoor. 43. Hij speelde wel met Van Barneveld pijlen, Rick, maar het lijkt toch een beetje of ze net als Adrian Lewis in het bord staan. 80. 124 voor Rick. Moet hij met de triple 18 toe? Oeh, en die mist hij geen boel over. 56. 71 voor Stefan, om 2-1 voor te komen. 2-1 voor Stefan, 24-30. Rick mag beginnen. 100. Goed begin voor Rick. 100. Oeh, gelijk op. De mannen gaan gelijk op. Belangrijk lek voor Stefan. Zeker om het leksaldo in de gaten te houden. 85. Druk bij Stefan. 85. Ja, de mannen houden elkaar goed in evenwicht. 26. Oeh, steekje laten vallen voor Rick. Kut, de kans voor Stefan. 59. 59, Stefan loopt ietsjes uit, maar ik denk dat het niet goed genoeg is. 81. Goeie beurt van Rick en weer achteraan. 60. 60. Zet hem niet weg op een finish. Rick kan hem wegzetten.
59. Ja, ik zet hem wel weg. Wel hoge finish. Kan Stefan hem beter wegzetten? Stefan. 45. En wanneer hebben we alle twee een 150 of meer finish over? Rick eerst. Cool. 114. Zet hem goed weg, Rick. Stefan, 152. Onder druk. Eerste pijl zit volgens mij in de enkele 5. 81. Dubbel 18. Om een laatste lek af te dwingen. Dubbel 17. Nee. En dan krijgt Stefan weer de kans op 71. Net ging hij ook al uit op tops. Gaat het nog een keer lukken? Check. En Stefan gooit hem uit. De topfavoriet maakt zijn naam waard. 21 darter. Daar is dan 3-1 voor Stefan. Waar is dan Rick? Ja, Rick, wat ging fout? Ja. Nou ja, wat ging er fout? Op zich, ik denk dat ik een goede wedstrijd speelde, maar Stefan speelde weer best een sterke wedstrijd. Ik denk niet zo goed als de eerste, maar ik kon hier toch niet overheen. Nee, hoe ga je dit herpakken? Zeker deze mentale nederlaag? Nou ja, ik weet dat dit mijn moeilijkste was, want de rest, ja, dat is allemaal, dat zijn een beetje, ja, die doen alsof, zeg maar. Vooral Mike. Ik voel je een strijd aankomen. Wil je nog meer kandidaten afkraken voordat we naar Stefan gaan? Nee. Respect voor iedereen. En leuk dat we het met z'n allen kunnen spelen vanavond. Rick, bedankt. We zien jou straks bij een van de volgende wedstrijden. Ja, Stefan. Later. De favoriete rol. Ja, dat schijnt. Ja, goed begin. Nee, ik kon het niet helemaal doortrekken. Nee, de eerste leg was goed. En daarna waren de trippels een beetje op, hè? Niet zoveel als de eerste partij tegen jou ook. Maar uiteindelijk genoeg. 2 goede finishes op het einde. Ja, je ziet toch dat je dat wel redt, hè, op zo'n moment. Ja, precies. 1 pilletje op top staat erin gegaan en die laatste op de 10. Dat scheelt toch weer. Ja, denk je nu dat je stilletjes doorrijdt naar de winst vanavond? Nou, dat is wel de bedoeling. Goed, we zien jou straks ook terug bij een van de volgende wedstrijden. We zijn zo weer bij u terug. Helemaal goed.
Ja, we praten wel even. Ja. Ja, en dan zijn we weer terug, dames en heren. Even geen commentaar in deze wedstrijd, maar de twee commentatoren tegen elkaar. Hé, Pim, ben je er een beetje klaar voor? Oh, ik ben altijd klaar voor. Ik heb net al twee geniale wedstrijden laten zien waar ik heel goed stond te spelen. Dus ja, we zullen zien, Mike. Nou, je hebt in ieder geval vertrouwen getankt uit vorige week. Dus jij mag beginnen voor de boel. Oké. En hij zit er niet in. Bij mij zit hij er ook niet in. Nou, dan mag jij weer gaan. Oh, oh. Weer niet erin. Nee. Straks ernaast. Dan ga ik weer. En hij zit in de boel. Goed. In de enkele of in de dubbele? Enkele, sorry. Oh, dan ga ik weer opnieuw. Want ik had ook enkele. Oh. Outside. Jij weer. Enkele boel. Bullseye. Oké, succes, Mike. Succes, kerel. Zestig. Vijfendachtig. Eenenveertig. Honderd. Vijfenveertig. Vierenveertig. Honderd. Eenentachtig. Tachtig. Achtendertig. Hoogste score van de avond. Tweeënveertig. Honderdvijfentwintig. Dertig. 45. Game shot, less dart. Oh, ik stond er op iets anders, joh. Oh. Oké, okay, ik ga weer. Kom op, jongen. Honderd. Vijfentachtig. Honderd.
Joel, 30. Honderd. Zeventig. Zevenenzeventig. Tweeëntachtig. 35. 30. Jammer. 77. Vierentwintig. Toch met je afweken. 20. Vijfenveertig. Oh. Check. Netjes. Tweede paal. Twee. Vijfenveertig. 45. 43. 100. 30. 99. 41. 100. 44. Hoe moet ik het dan allemaal doen? 18, 21, 26. Rusher. 72. 20, 8, nog een keer dubbel 14. Game shot!
Lies Dart. Oké. Twee keer dubbel 14. Nee, jij mag beginnen. Zestig. Drieënveertig. 43. 26. Een keer nog slechter hoor. 46. 41. 95. 60. 97. 3. 45. 30. 150. Jongen, 26. 83, omdat het waard is. 49. 26. 55. 50. Ja, check. Succes, goeie laatste. Yo.27. 45, sorry. 24. 60. 60. 43. 60.
Ja, dames en heren, die heerlijke 170 vind ik zojuist om de wedstrijd uiteindelijk te besluiten. Gaan we over naar de volgende wedstrijd van de avond. Stefan tegen Pim. Dames en heren, die heerlijke 170. Ik mag mijn eigen telefoon jullie horen. En het is Pim die mag beginnen met boelen. Nee, miss outside. 25. It's Steven to throw first. Hoe bent jij, Pim? Yo, hey ook. 20. Ja, dan gaan we Steven de Triple Man weer in actie zien. Tegen de winnaar van de Eneco Open. 53. Hij begint dit keer wel zonder triple. Gaat de winnaar van de Eneco Open dat wel doen? 60. 60 voor Pim. Pim die toch een wedstrijdje wil winnen vanavond. Volgens mij is de laatste wedstrijd van de avond. Vroeg, zo vroeg op de avond. 60. Veertig. 45. Je ziet toch dat Pim wat steun nodig heeft. Kom op, chat. Zet jullie allemaal achter Pim. Kom op. Hij heeft de... Laten we beginnen met de Pim Army. Kom op. 100. Hele steady 100 voor Steven. Maar kom op, met z'n allen achter Pim. Hij heeft vorige week laten zien dat hij echt wel kan darten. Komt er alleen nu nog niet uit. Kom op, met z'n allen erachter. Ik wil die chat omhoog zien gaan. Kom op. 55. Begint tot te komen. Tientalletje meer met de vorige beurt. 59 of 7 om hem weg te zetten. 32. Het is niet de beste avond voor Pim helaas. Kom op. Hier, Chris Hubert zegt al, kom op Pim. 69 of niet? Ja, jij bent aan de beurt. Oh. 269. Kijk, en de chat werkt jongens. Als we Pim aanmoedigen, dan gaat hij het ook nog halen. Oeh. 11. Zo zie je maar. De druk wordt steeds van te groot, aangezien het publiek vol achtledig achter Pim staat. 47. Nee. 47 om hem weg te zetten. Tops voor Stefan. 50. Zie toch, de druk wordt hoog. Oeh, ja, niks. Toch te hoog. 122 voor Pim. Nee. Kan hij hem wel goed wegzetten? 84. Dacht, zet hem goed weg. Oeh, eronder dubbel 10. 20. Ook dubbel... niet. 38 voor Pim. Gaat hij hem splitten? Hoppa. Zo, en dan gaat hij in één pijltje. Pim Huberts. Hij mag meteen beginnen naar de volgende leg. Kom op met de chat, allemaal achter Pim. Je ziet dat het werkt. 1-0 vol, kom op. Zestig. 60. 60. Het gaat gelijk op bij de mannen. Je ziet dat Pim toch weer een beetje op zijn eigen niveau komt. 55. Toch heb Stefan steeds wat moeite. Hoe langer de avond wordt, hoe moeilijker het wordt, lijkt wel. 45. Oeh, Pim zakt ietsjes terug. Kom op, chatten weer achter gaan staan. Kom op. 140.
Ja, dan komt de Triple Man weer. Met 140. Kan Pim ook nog een trippeltje vinden? Ah, 41. 40. Lekker gebeld. 45. Pim heeft vanavond een patentje op 45 samen met Casper. Wolfs 25. Hij is op stoom. Stefan Wolfs. Noteer het maar. Ja, noteer deze maar ook maar. 25. Kom op, de Pim Army gaat erachter staan in de chat. We gaan ervoor. Kom op, Pim. Oh, oké, goed. Stefan breekt terug. 16-darter. Stefan mag beginnen. Mooi, een break van Stefan. 16-darter. Erg sterk. Hoog niveau hier. 94. Goed begin van Stefan. Kan Pim nu mee? 100. Ja, ik voel de support. Pim gaat mee. Hij voelt de support, jongens. Kom op, we gaan allemaal achter Pim staan. 100. Ook een 100 van Stefan. Die wel echt erg druk houden op deze manier. 41. Ik denk dat we wat boegeroep voor Stefan nodig hebben, anders win ik niet. Nee, geen boegeroep, dat doen we niet aan. Okay. Fair play. 58. Maar als het dan Pim lag, mag Stefan wel met een pijltje minder gooien. Ah joh, 41. Pim blijft maar in de 41's. Net zoals Stefan in de 58 is blijft hangen. 100. 100 voor Pim. Hij gaat nu wel mee. Het spel wordt wel beter. Kijk, een 100. Dat is 80 gegooid. Pim ook op een finish. Dubbel 6 voor Stefan. Nee. No score. Eén score voor Stefan. 133 finish. Nou joh, 30. 103 over. 12 dubbel 6 voor Stefan. No score. Weer geen score, 103. Triple 20, enkele 3 tops. Hij lijkt wel in de triple te zitten, gaat hij ook naar onder toe. Tops! Oh. Oh. Wat jammer, maar je ziet dat de steun helpt, hè? Je ziet dat de steun helpt. Check. Ayo. Hé. 27-30 van Stefan heeft nog één leg nodig om eenzaam aan de leiding te komen. Twee maar nog 4 punten. Mike Hooyveld en Stefan. Pim to throw first. Als alles mee zit, gaat de stand zometeen ook weer even in beeld komen. 85. Zestig.
45. Maar daar gaan we gelijk op. Pim ligt in het voordeel. 85. Pim zal toch deze leg moeten afdwingen om een deciding leg af te willen dwingen. 81. Ja, de mannen houden elkaar in evenwicht met licht voordeel voor Pim. Je ziet toch dat de steun helpt. En dat de PSV-vlag ongeluk brengt. 55. Oh, Stefan, nu iets voorop. Kan Pim het goed maken om hem goed weg te zetten? 99. Oeh, Pim zet hem goed weg. Nu Stefan nog. Oeh, toch mager. Bij Stefan kan er nog een trippeltje bij. Pim eerst. 132. Om een laatste lek af te dwingen. Ah. Dat niet. Maar gaat hij hem goed wegzetten? 81, jongen. Zet hem redelijk weg. 120. Shanghai 20 voor Stefan. De triple zit er al in. De enkel. En de dubbel. Oh, 80 gegooid. Pim een kans op 51 voor een 2-2 en een laatste leg. Jongen, jongen. Net aan in de enkele 11 volgens mij. Nee, dubbel 11 zit hij in. Oh, hij zit wel in de dubbel 11. Iets wat ongeluk. Maar goed, hij gaat nu naar een dubbel toewerken. Nee joh. Nee, hij gaat niet naar een dubbel toewerken. En dan gaat Stefan een vrijgeleide krijgen op tops. Ach, het gaat helemaal fout. Ik gooi 20. 42. Kijk, ja, klaar was jongen. Sorry. 20 gegooid. Oeh, en dan mist hij hem nog. Enkel 1 dubbel 4 voor Pim. Dat is de enkel 1. Dat is niet de dubbel 4. Hoppa, yes. Dat is wel de dubbel 4. In de laatste dart. En dan gaan we hier. In de laatste wedstrijd voor Pim. Gaat er dan toch nog een tweede winst of een winst aankomen? Het is Stefan to throw first. Goeie start voor Stefan. Ik roep nog één keer op met de chat. We gaan nu massaal achter Pim staan. Gewoon het 30. Hele publiek. 30, ik heb het nodig. Hij heeft het nodig voor 1 winst hier. Kom op, met z'n allen. Ah, die valt uit de dubbel. 30. Oeh, en dat is een zure pijl, maar dat komt Pim misschien wel ten goede. Zestig gegooid op Pim. Valt 50 puntjes achter op Stefan. Die meteen de triple er alweer in hebt zitten. Of volgt er nog eentje bij. Weer 100 voor Stefan. Ja, dit wordt een goede lekker op deze manier. Kan Pim mee? Nee hoor, 45. 45, Pim laat het los. Je hoort in zijn stem dat het geen zin meer heeft. Gaat Stefan het nu nog weggeven? 59 voor Stefan. Twee goede hoge scores voor Pim en hij zit er weer bij. 32. Gaat Stefan 202 binnen 6 darts wegkrijgen? Dat is de vraag. 85. 117 over voor Stefan. Oeh, en je ziet dat het bij Pim gewoon niet meer wil. Het puffen, het zuchten. 50. Het is gewoon op. 117 voor Stefan. Triple 19. Gemist. Gaat hem wegzetten. 57. Zet hem weg op 60. 180 voor Pim laat 104. 60. 60 voor Pim.
Gabe, Sjart en de match, Stefan. En dan gaan we eerst naar Pim toe. Ja. Ja, hoogste gemiddelde van de avond voor jou tot nu toe. Kijk. Je kwam in je vorige wedstrijd tot 2-2. Je komt in deze wedstrijd tot 2-2. Je kwam met Kasper tot 2-2. Ja. Ik weet even, uit mijn hoofd kwam ik bij Rick niet tot 2-2. Maar nee. Goed, dat had er ook nog wel in gezeten. Ja, weet je wat het is, Mike? Het heeft geen zin meer allemaal. Ik ga ermee stoppen. Het is genoeg geweest zo. Ja, zien we jou zo meteen terug in het commentaarhok. Ja, is goed. Ja, Stefan. Yes. 3-3. 3-3. Nog eentje te gaan. De derby. Ik ga naar de derby. Twee tukkers. Twente tegen PSV. Ja, ook naar Wis. Ja, geen bijzondere partijen, maar goed, het laatste leg was alweer prima. Nee, het laatste leg was zeker prima. 66 gemiddeld was niet je beste spel. Nee, absoluut niet. Maar goed, op zich redelijk. Goed, we gaan naar de volgende wedstrijd. Kasper tegen Rick. Over enkele. Oké, dan zijn we terug bij de volgende wedstrijd. Rick van der Breggen tegen Kasper Markerink. Rick, die mag beginnen met boelen. Yes. 25. Die zit er meteen in. Alle druk voor Kasper nou, die nog wel een overwinningje kan gebruiken. Markerink. Rick, die mag... Nee, die zit er niet in. Rick mag beginnen aan de wedstrijd. 25. Hij 26. Even opwarmen. Rick heeft wel eens een beter begin aan de wedstrijd gehad. Kasper ook wel, 34. Kasper begint beter dan zijn tegenstander. 100. Kijk, de eerste triple zat er alweer in bij Rick. Goeie beurt. Kasper begint beter dan
Kan je even je geluid uitzetten, Casper? Want dan, ik hoor je vanaf... we horen je. 28. Rick zit een, in een ritme. Volgende beurt 100, als het goed is. Zullen we dat doen? Ik hoorde je score niet, Casper. 45. 45. Kaspar heeft een goede score nodig om weer 60 gelijk te maken. Blijft binnen de vakjes, maar kan de triple nog niet vinden. Komt iets dichterbij in ieder geval. 26. Rick kan het ritme nog niet helemaal vinden, dus de kans voor Casper nu om er overheen te gaan. Ah, Casper, 70. Triple zat erbij en gaat er overheen, maar Rick heeft ondertussen ook al een triple. 75. Toch kan Casper nu als eerst op een finish komen in de leg van Rick. 43. Komt dat niet, dan is de kans aan Rick om de finish klaar te zetten en de beurt weg te zetten. Jezus, 24. Dat lukt nog steeds niet, net niet. Dan is het opnieuw de beurt aan Casper om dat te doen. 9. Ik hoor even een 9-darter tussendoor. Dankjewel, schat. 45. Dat betekent dat Rick op een finish komt. 118. Oh. Ja. Ook niet. 39. 18 finish. Kan nog steeds. Lukt hem deze keer niet. 40. Komt wel onder de 100. Nu 141 voor Casper. Gaat hij het doen? Dan heeft hij wel een triple nodig. En dat is niet gelukt. Ah, goed geteld. 41. Komt op een 178 voor Rick. 38. Zet hem gewoon weg op tops. Maar nu laat wel de kans over aan Casper om 100 uit te gooien. 37. Ik weet het anders gaan doen. Dat lukt niet. Tops voor Rick. 3 pijltjes. Zitten heel dichtbij de eerste. Nee. Lukt hem niet. 63 voor Casper dan. Toch een reële mogelijkheid om hier de break te pakken. De 3 zit erin. Dan voor tops. Jongen, jongen, jongen. Dan mag Rick hem toch uitgooien dan. 20. Nee. Eerste zat opnieuw dichtbij, de tweede ook, maar aan de binnenkant. Dus dubbel 10 straks, 35. De 3 zit erin, dubbel 16. Net ernaast. Nou, 3. Pijlen worden gemist op de dubbels deze lijk. 20 dan. Aan de binnenkant. En ook die is aan de binnenkant. Wat heb je nu gegooid precies, Rick? Niks? Ik heb 5 over, dus 15. Oké. Okay. Oh ja. Nog steeds 32 voor Casper.
Nee, 16. Thijs. Die leken toch heel, heel dichtbij te zitten, inderdaad. 5 over. De 1 zit erin. Dan gaan we naar dubbel 2. Dubbel 1. Nee, joh. Nee. Het mag niet lukken bij Rick, in deze partij in ieder geval. Dubbel 8 voor Casper. Zit er niet in, dubbel 4. Maar jongen. Dat is inderdaad niet de plek waar dubbel 4 zit. Madhouse dan. Ga ik het team afmaken, Rick. Aan de binnenkant. Ja. Dubbel 8. Eerst zit er links, dan eentje in de 8, dubbel 4. Aan de binnenkant. Dit is hem. Oh ja, joh. Bijna. Nee, het lukt hem niet, Rick. Ja. Hij zit erin. Dubbel 2 zit erin met 1 pijltje. En dan pakt Casper gewoon de break. Hij duurde wat langer dan normaal, maar hij mag gewoon aan zijn eigen lek nu beginnen. Oeh. Nee, 60. Dan moeten ze nu in één keer weer gaan scoren in plaats van op de dubbels mikken. 85. Maar het loopt beide prima af op dit moment. Geen idee wat het is. 85. 85, opnieuw een goede score voor Casper. 140. 140, en daar zijn de trippels van Rick weer terug op het juiste moment. 36. Want daar gaat over Casper heen, die met een 36 niet genoeg heeft om gelijk te trekken. 47. Een goede score is nodig voor Casper om weer in de buurt te komen van Rick. God, weet niet. 60. Het zit dichtbij de triple, maar wordt nog niet geraakt. 40. De triples bij Rick lopen ook afwisselend. Soms goed met de 140er, maar nu 2 keer geen triple gevonden. Nu de kans aan Casper dus. 45. Mijn laptop is uitgevallen. Dus ik moet even de score doorgeven. Oké. Kom dan niet op finish. Rick komt in ieder geval op een finish. Vindt de triple. 100. 100 komt op 89. Casper staat op dit moment op 215. Nee, 26. Oh. We moeten even de score. Staat niet. Kan ik gewoon doorgaan? De teamview is uitgevallen. Ah, ik sta nu op de bedrijf. Doorspelen. Blijft in beeld staan. Doorspelen. 190 aan de beurt. Oké, we zijn er weer bij. Ik heb 39 gegooid. Oké, staat dus nu op 60. 50, sorry. 189 voor Casper. 60. 60 gegooid. Komt dus op een finish. Nu 50 voor Rick. 18.
18. Zet hem weg op 32. Ah, 43. 60. Kasper komt onder de 100. Maar nu dubbel 16. Die is gemist. Wow. Okay. No score. Gooit hem in de 11 in plaats van de dubbel 8. Sluit hem allemaal uit te gooien. 86. 33. 53. Op. Opnieuw de kans voor Rick dan. Dubbel 16 om 1-1 te maken. En die zit erin. Check. Dan mag Rick gewoon weer beginnen. Allebei pakt dus een break. 26. Kasper begint beter dan Rick aan deze wedstrijd, aan deze leg. 60. Jongen, jongen, jongen. Een puinhoop is het er weer. 66. Steeds net niet. Trippels moeten nog gevonden worden in de lag. Ik had er net eentje, man, Pipo. Oh, je zei 60, zei je. Maar hij is, ik heb hem veranderd. Wat heb je gegooid, Kasper? Ik zei 26. Man, 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 man. Wat een frustratie. 85. Tweede triple van de lek. Aan de kant van Kasper. 59. Rick heeft nog steeds moeilijkheden de triples te raken, maar staan nog steeds voor. Aangezien die vaak wel de punten pakt. 45. Nu is de kans voor Rick om hem op de finish te zetten. Nee, 59. Zet hem op 200. Een goed uitgangspunt voor de volgende beurt, dat wel. 85. Ik kon het niet verstaan, Kasper. 85. 85. Beide staan nu op een finish. 136 voor Kasper. Ja, ik moet het niet. 18. Nog een 100 plus finish voor Rick dan. 115. Begin met de 38. 90. 77, klopt dat? Ja. Ja, 77 ook. Oeh, hij mist hem net. 95 dus. Ja. Oh, is het te snel? Oh. 44. Kasper, die prikt ze er zelf even in. 20 dan. Die is er heel strak tegen. Nou, derde pijl. Oh man, 10. Net weer er binnen. 74. Kans voor Kasper om de voorsprong opnieuw te pakken. Dubbel 20. Yo,
No score. En die gaat in de triple en dat is niet de bedoeling. Dubbel 5 voor Rick dan. Nul. Strak er tegenaan, vooral die laatste pijl, maar hij zit er niet in. 74. Begin dit keer niet met een 14. 3, 5, 7, 40. 17 en 15, 32. Zijn dat goed? 17, 15, ja. Dubbel 5 voor Rick. De eerste gaat naar binnen, dan een 1, dubbel 2. Lukt hem niet. Nee. 2 over. 42 voor Casper. Zal beginnen met een 10. Ik ben even verteld dan. Ja, dat zou wel. Ja, jongen, echt. Een score. Lukt hem niet om die dubbel 8 raak te gooien. Check. Dubbel 1. En die gaat meteen raak. Lekker jongens, kom eraan. Rick, voor het eerst op voorsprong deze wedstrijd. Casper heeft wel even wat meer tijd nodig om aan zijn eigen lek te beginnen. Dat krijg je als je wat ouder wordt, hè? Ja. Ik moet beginnen, hè? Ja. Heel snel bakertje gehaald. Oh, verkeerde triple. 4, 9, 23. Geen beste start voor beide darters. 42. 42, man, man, man. Het lukt Rick en Casper trouwens ook nog steeds niet om een triple te vinden. Jawel, ik heb het alweer. 42. Triple 1 erbij. Dat zijn toch 3 punten inderdaad. 85. En daar is de eerste triple hoor. 85 op een goed moment. Pak nu een goede voorsprong op Casper. 81. Maar ook hij gooit zijn eerste triple. Het gaat dus gelijk op. 42. Nu de kans voor Casper om zijn voorsprong een beetje uit te breiden. En naar die 2-2 toe te werken. Yo. 10. De pijl valt op de grond. Dus is de score maar 10 deze keer. Kijk dan. Niet zo dat het te maken is. Man, 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 man. 120. De
Eerste score boven de 100 deze leg. 120 voor Kasper. Een goed moment. ...78. Maar ook een belangrijke triple van Rick. Komt op een finish van 138, maar eerst 153 voor Kasper. ...25. Lukt hem niet om hem onder de 100 weg te zetten. Nu de taak voor Rick om dat te doen. 72, ja. De laatste triple helpt zeker om dat te doen. 66 over voor de wedstrijd zo direct. 128 nu voor Kasper. 60. Komt ook onder de 100. Zet druk op Rick die nu 66 uit zal gooien. Triple 10 wordt gemist. Dan gaan we naar tops voor de wedstrijd. Gaat er niet in. 26. 68 dan, voor 2-2. Deze moet raak, zal je zeggen. Dan gaat hij naar Bullseye. Nee. Oh, die zit er heel dichtbij. 38, 43. 40 voor Rick. Nee, joh. 30. Drie paaltjes gemist. Dus dan toch de kans voor Kasper. Dubbel 8. Wow. Oh, kut, als daar een triple was. Kut, kapot, no score. Ja, hij zegt het zelf al. Verkeken. Het zal hem misschien wel duur komen te staan. Dubbel 5. Strakker kan bijna niet. De eerste twee pijlen bijna erin, maar het lukt niet voor Rick. 25. Ja hoor, twee darts. Hij zit erin, dubbel 8. Alsof het niets is, 2-2 staat het. Dat betekent dat Rick aan de laatste leg van de wedstrijd mag beginnen. Nou, ja, succes Kasper. En succes Ricky. Een goed begin voor Rick. Bij zijn eerste pijl kwam het negentje nog even in beeld, maar helaas. Zestig. Maar Kasper die staat nog bij. 41. Een triple zou nu heel erg van pas komen bij Kasper. 60. Maar hij houdt hem op 60. Lukt Rick weer niet om een triple te pakken. Dus dan is het nu Kasper. 43. 41. Ah, jammer laatste. 124. 124, goede score van Kasper op het goede moment nu. Maar hij zal nog veel moeten doen om naar de finish toe te werken. 13, dat is geen goede score van Rick. Oh, wat is dit? Oh, 7. 7, ja. Over goede scores gesproken. Kasper, die kan er ook wat van. Oh man, 41. Kasper mag naar een finish gaan toewerken.
Vel valt eruit. 25. Dus niet op een finish te staan. Nee. 60. 60, goed weggezet voor door Rick. 160. En dan gaan we naar 59. Kasper toe, komt ook op een finish te staan. 123 voor hem, maar nu eerst 160. Dat zou wat zijn. 44. Lukt hem niet. En dan komt Kasper toch wel gevaarlijk dichtbij. 123 eerst, maar heeft nog alle tijd. ...9 en 3, 22, 24. Komt op een ongelukkig getal terecht nu, 99. Trip 19 is raak. Enkele 19. Oh, tops gaat dan net weer mis. 76, ja. Triple 20 nodig nu. Die gaat er niet in. 5. Ja. Ja, één goede pijl. 51, 54, 59. Zet hem op tops weg. Alle druk nu op tops van Rick voor de wedstrijd. Check. En die gaat erin. Op de eerste pijl. Oké, nou, daar zijn we weer aangekomen. Bijna de laatste wedstrijd, maar ook deze mogen we nog niet vergeten. Het is Rick van der Breggen tegen Mike Hooiveld. En Mike die mag beginnen met boelen. Outside. Kijk, Barney Army. Outside.
bij de outside. Outside. 25. Oh. Rick de Droog. Ja. Oké, Rick mag beginnen. Succes. Mike gooide eigenlijk voor zijn beurt, maar... Succes. Ja, het is een vergever voor deze ene keer. Ja, Rick die wint hem toch. Dus. De boel in ieder geval. De wedstrijd zullen we nog wel zien. Heeft nu al wat kunnen ingooien tegen Casper. 11. En Mike die heeft die 170 pins natuurlijk nog steeds in zijn armen. Dus ik ben benieuwd wat diezelfde armen... 43. ...deze wedstrijd kunnen produceren. 41. ...150. 100. Eerste triples van de wedstrijd. Die vallen aan de kant van Mike. 85. Rick reageert daarop met zijn eigen triple. 47. Nieuw trippeltje. Er is nog geen 180 gevallen deze stream, dus... 34. Zal het in deze wedstrijd gebeuren? Wie weet? 58. Rick komt als eerste op een finish. 26. Terwijl Mike nog op precies 100 punten achterstand staat. 43. Perfect. Klaargezet op 100. 40. Heeft daar 6 pijlen voor minimaal. De eerste gaat erin, dubbel 20 dan. Nee, joh, niet eens in de buurt. Zonde. 100. Maar Mike zet druk op deze tops. 3 pijlen voor Rick. 20. Die dubbel 10 zat er heel dichtbij, maar het is 98 voor Mike. De triple 19. 25. Lukt hem niet. Dubbel 10 voor Rick voor de 1-0. Check. Gaat erin. Eerste pijl. Wint zijn eigen leg. Mike begint... Met een triple. 66. ...140. En Rick die begint met 2 triples. 60. Goed begin van de leg. 40. Ja, voor zeker. 30. Voor zeker. 2 mindere beurten nu. Maar daar zit de trip alweer in bij Rick. 100. Opnieuw een goede score. 17. Kom op, jongen. Vangerloos dit. Rick heeft de trip alweer erin. Gaat hem wegzetten nu. 85. Nog boven de 100, maar een mooie finish.
Maar het maakt niet uit wat ik doe. 11. 136. Er zullen 2 trippels voor nodig zijn en het lukt hem niet. 96. Zet hem in ieder geval perfect op tops. Terwijl Mike nog op 300 staat. Alle tijd voor tops. Hoi. Dubbel 16 dan. Nee. 24. Gaat aan de binnenkant van de 16. Dat is niet de bedoeling. 83. 83, goede score van Mike. Check. Maar 16-8 zit er alweer in. 2-0 in deze wedstrijd. 19 darter voor Rick. Hij mag meteen direct beginnen. 41. 45. Maar ik zal moeten aanzetten om Rick hier niet te laten winnen. 45. Tot nu toe is daar nog alle kans voor. Jongens toch. Ja, 26. Man. 59. 3. Daar is de eerste triple voor Rick. De tweede triple gaat het 180 worden. 180. Ja, voor mij wel. Hè. Kijk eens aan, de eerste 180 nee, ja. Van deze avond en van de livestream. 83. 30. Volgt de 180 met een 30 score. Nu dan 146. Kan je het dan ook uitgooien? Dat is ook mooi. 63. 63. Met de eerste twee pijlen niet meer gescoord dan 3, maar de derde pijl gaat toch in de triple dan. 60. Mike blijft steady 60 gooien. 83 dan voor Rick. Triple 17 geprobeerd. Zal hem wegzetten. Triple 10 lukt niet. Jezus. Nee. Kijk. Het is 40. Probeer de 11 te raken voor tops weg te zetten. 44. Maar ik nog niet op een finish. 43 voor Rick. 6 pijlen in ieder geval. Ja, dat zijn toch de zenuwen. Dubbel 16. Nee, 8. Ik bedoel 11. Mike gaat hem goed wegzetten. 72. 32 voor Rick. Voor de wedstrijd. De 3-0 winst. Check. En die zit erin. Met zijn tweede pijl pakt hij de winst. Gefeliciteerd, kerel.
Ja, dames en heren, de laatste wedstrijd van de avond. De Clash van het Noorden. Stefan Wolfs tegen Kasper Malmerink. In het kort gezegd, PSV tegen FC Twente. Kasper mag beginnen met boelen. Van Noorden, oké. Ja, en we zijn er dit keer samen bij, hè, Mike? Ja, we zijn er samen. We zijn de Nederlandse Waymodel en John Bart. Outside. Dames, outside. Kijk, Mike is niet met, of Kasper is niet met ons eens. Outside. Stefan weer opnieuw. Yes. 25. Mag Kasper weer? Outside. Oh, kut, moet ik de camera aanzetten, of niet? Nee, staat erop. Goed gedaan, Stefan. Goed gedaan, Kasper. Gaat-ie. Ja, dan gaan het beide mannen beginnen. Ja, John, wat verwacht je van deze partij? Nou. Even dachten. Ik verwacht, Stefan, die heeft nog geen wedstrijd verloren. Die zal deze echt wel winnen, hoor. Wat dan wel uit was? Zestig. Honderd. Ja, daar hebben we alweer triple Stefan. Je blijft maar nieuwe bijnamen verzinnen, hè, Mike? Ja, dat was Simon T. Wisselvalligheid Witlok. Ik kon de score niet horen. 42. Oké, okay, ja. 100. Ja, je ziet toch aan Stefan dat de trippeltjes vallen goed de hele avond al. Het is soms wat wisselvallig, maar in deze partij begint hij weer goed. Oh. Slechte laatste. 140. Bijna de tweede 180 van de avond. Ja, we hebben 180 gehad. 170 finish. Alleen de 9 dart, die mist nog. 60. Ja, Kasper. Oh, wat is dat? Ah, 35. Nou, waarom doet hij het niet? 82. Maar ik doe de score bij jou het wel. Zestig. Moet je even stoppen, jongens? Ja. Ik snap niet waarom die nou weer... Ben je nog, Mike? Nee, dus. Volgens mij niet. Scorebord is even weg, maar komt binnen enkele ogenblikken weer terug. Willen we verder gaan of even wachten? Even wachten. Okay. Die laatste score van 180 van mij, die had je toch, of niet? Ja, die 39 van jou staat er ook in. Oké. Wat was je laatste score, Kasper? 60. En Stefan staat nu te wachten op 156, dat klopt? Nee, ik had 82 al eraf gegooid. Ik heb 74 open. Top, en dan is Kasper weer? Nee, dat ben ik weer. Huh? Toch? Ja, klopt. Stefan is aan de beurt. Ja, maar als Stefan 82 gooit... Degene die we nog misten was 35 van Kasper, 82 van Stefan, 60 van Kasper. Ja. Staat okay. Nu weer goed.
We spelen door. Het scorebord komt ondertussen weer in beeld. Over enkele ogenblikken. Ja, we kunnen verder? Ja. Oké, okay, dan. 74, hè? Kom op, Niels. Oeh. 54. En waar sta ik nu op, jongens? 164. Oh, dat is net verkeerd. Vijfenveertig. 20 over, Stefan. Check. En dat is wel weer. 1-0 voor Stefan. Zo. Na wat lichte technische problemen is het scorebord weer terug. 44. Jezus, 45. Ja, Pim, 1-0 voor Stefan. Wat verwacht je er nu nog van? Nou, ik denk dat Stefan goed heeft laten zien. Goed heeft laten zien wat hij kan. Trippeltjes gooien. En ja, dat zal hem gewoon de winst opleveren. Ik wil ook niet te veel zeggen over Kasper natuurlijk. Anders wordt hij straks boos. Dat is heel verstandig. Ben je aan de beurt? Ja. Jij bent aan de beurt. We zijn aan de beurt. Waldo Verstetelen. Hij blijft gewoon erin. Het staat nu weer helemaal in beeld. Oh nee, 58. Stefan kan zijn score nu uitbouwen in de lek van Kasper. Oh, 55. Doet hij toch niet helemaal? Is dat dan toch de druk? Nou, ik weet niet hoeveel druk hij nu voelt. 95. Ja, nu misschien iets meer. Kijk, daar staat het klassement ook in beeld. Oeh, wat. 31. Stefan is inderdaad de nummer 1 van de pool. Rick is tweede. Na 4 wedstrijden. Dan Mike, dan Kasper, dan Pim. 11. Als Kasper hier 3-1 wint, wint Rick ook de boel. Maar er zal nog veel moeten gebeuren, want deze 100 werkt goed mee voor Stefan. Ach, jongens. 42. 97. Pressure. We gaan naar tops, Stefan. Oeh, 52. Wat staat er op? 61 dan. 61. Sta ik op 61? Ja. Oh. Geen 3. 58. Ja, dat wist ik. Ik help je even, je wordt al wat ouder. Gooi je begin uit met de lul, met een piepo. Godverdomme.
Dubbel 10 voor 2-0. Nee. No score. Toch veel missies bij Stefan Pim. Waar komt dit vandaan? Ja, kijk, de winst is al binnen. Hij is al vrijwel nummer 1 van de pool. Ja, tenzij hij hier 3-1 verliest. Daar gaan we niet van uit. No score. Het hoeft allemaal niet meer bij Stefan. Dat denk ik dat het de reden is. Check. Hij krijgt ook de tijd van Casper, dus dan gooit hij hem gewoon uit wanneer hij het zelf wilt. 2-0 voor Stefan, mag direct ook aan zijn eigen leg weer beginnen. Staat nog hol. Afzwaaien. 77, 39, 116. Kaspar houdt de positiviteit erin. Of zo kunnen we niet gooien. Kom op, Kas. Door. Het is goed. 60. Kleine voorsprong voor Casper in deze leg. Stefan onder druk. 8, 39. Ja, dan is nu toch de kans voor Casper om er gewoon lekker met een goede score de voorsprong te pakken. Oh, godverdomme. 100. Dat doet hij toch goed. Casper Peldel doet zijn beste wedstrijd van de avond. Beetje te laat, maar wel vroeg genoeg. 32. Ja, ik denk dat Stefan dan toch zijn minste wedstrijd van deze avond speelt. Ja, daar mag wel weer een tandje bij Stefan. 67. Casper blijft vrolijk trippels erbij gooien. Komt al op een finish. 158. 100. Oh, Casper. 32. Kijk, twee hele goede beurten. Voor mij net niet. Nee, 101. Ik ben iets te laat, maar bullseye! Hé, zat ernaast, joh. En nu nog een keer. Check! Oh. Dat moet wel bullseye. Ja, we hadden je nodig. Dit is hoe je een wedstrijd moet eindigen via de bullseye. Heb die mij gegooid, Pieter? Ja, ook nog. Godverdomme, is die net. Wat is dat een rot, jong? Jazeker wel. Lekker, Stefan. Naar het eindinterview met de winnaar. Stefan, de winnaar van de avond. Hoppa. Ja, ben je er tevreden mee? Ja, natuurlijk. Hij zal alle padjes winnen, ben je tevreden. Ja, je bent de beste darter van Darts Actueel. Wat gaat er door je heen? Nou, ik wil iedereen bedanken. Mijn vader, mijn moeder. Mijn leven is helemaal compleet. Nou, mooi. Nou, Casper die is ondertussen al er vandoor gegaan. Dus, Casper heeft zijn bakootje weggepakt, denk ik. Ja, die is nu denk ik aan het huilen. Wees er wel. Tjonge, jonge. Iedereen bedankt voor het kijken en wie weet tot de volgende livestream.